Op klaarlichte dag in de ochtend, terwijl er drank wordt gelost, loopt deze man een restaurant in Breda in. Hij doet zijn uiterste best om ongezien te blijven. En dat lukt hem, voor het personeel, maar niet voor de camera. Af en toe even bukken, iedereen is zo druk dat ze hem niet zien. 10 minuten lang rommelt hij wat in laadjes en kastjes en pakt uiteindelijk de inhoud van de kassa en gaat er weer vandoor. Heeft u een vermoeden wie dit is? Laat het dan weten.